waren onderweg naar een restaurant. De Grand Bleu. We reden langs de haven. En zoals altijd was het gewoon gezellig. Veel gelach, verhalen. Het geval was erg geestig. We verheugden ons gewoon op het diner. De toon veranderde toen Paul een motor een tijd lang vlak achter ons zag rijden. Op een gegeven moment werden we ingehaald door de motor. Hij wijfde ons te stoppen. Hij stopte voor ons. Hij stapte af. Hij pakte een pistool en dat richtte hij op ons. Paul moest uitstappen en ik moest binnendoor achter het stuur plaatsnemen. Hij stapte achterin in de auto en beval mij te gaan rijden hier op het terrein. Hij treiterde de palm met zijn pistool en deelde er ook tikken mee uit. Maar op een gegeven moment nam ik een bocht, een flinke bocht. Ik hoorde geschreeuw en een schot. Paul was erg ontdaan. Hij vroeg mij om te stoppen en hem uit te laten stappen. Ik moest naar het ziekenhuis rijden. Voor ik wist waar ik klem gereden. Dus. Mooi verhaal. Een heel mooi verhaal. Markant. Dat Theo ons vlak voor de verdwijning belde met de melding. Bas. Ik reed achter Paul aan. Het meisje is naast hem. Ik zorg dat ze richting terrein 12 gaan. Witte Guus en Grote Ron rijden daar ook naartoe. Ik breng ze naar de zaak. Als Theo zoiets zegt, dan doet hij dat ook. Zo niet, dan heeft hij te maken met een ongekende weerstand. Jullie zijn geen amateurs. Dat blijkt. Wij weten wie Paul van Strijk is. Hij weet wie wij zijn. Wij weten wie u bent. U weet wie hij is. Alleen u zegt niet te weten wie wij zijn. Laat ik wederom duidelijk zijn. Paul en ik zijn concurrenten. In een wereld waar er maar één kan overleven. Paul van Strijk heeft het voorzien op mijn diamanten. Moedig. Maar ik herken in hem een talentvolle tegenstander. Paul van Strijk loopt al weken rond in mijn zaakjes. Terwijl Paul nooit zomaar ergens op bezoek gaat. Hij neemt altijd wat mee of het is een onderdeel van een groter plan. Duidelijk is, Paul van Strijk doet alles met een reden. Zijn aanwezigheid in mijn zaken vind ik nogal verontrustend. Wat ik voor u verontrustend vind, is dat u regelmatig in zijn gezelschap was. Zoals de fotoreportage laat zien. Wil ik een aanvulling van uw kant, mevrouw Wijts. Paul van Strijk is meer dan uw minnaar.
Wat hadden al die plotse bezoeken aan mijn zaken te betekenen? Paul heeft overal een mooie vrouw aan zijn zijde. Maar hij een mooie vrouw. Het zijn gewoon foto's van onze uitjes. Is dit een uit de hand gelopen grap of zo? Ik geef u 2 minuten om te vertellen wat uw plannen waren. Zo baas, nu jij weet wie wij zijn, wil ik je diamanten. En wel nu.